De lockdown gaat leiden tot een nieuwe golf aan faillissementen dit keer. Dat zegt Albert van Winden, voorzitter van MKB Twente. Zijn vereniging ziet hoe ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de regio niet meer verder kunnen oprekken. Vrijdag is er weer een persconferentie vanuit de regering. En in aanloop daarnaartoe voeren de Twentse ondernemers de druk op om te heropenen. Inmiddels vinden ze daarbij ook burgemeesters aan hun zijde. En Albert van Winden, ik noemde net al even, die is aangeschoven bij ons. Welkom, Albert. Dankjewel. Wat is de situatie van MKB'ers achter hun privé voordeur? Ja, de wereld staat op zijn kop. Een ondernemer onderneemt. Maar als hij niet kan ondernemen, ja, dan zit hij toch een beetje met de handen in het haar. En helemaal omdat hij niet meer begrijpt waarom. We zijn volop met de boosterprikken bezig. Je ziet dat gelukkig de Omicron niet zo dadig wel besmettelijk, maar niet tot hele ernstige ziekenhuisopnames leidt en ook niet tot grote IC-opnames. Mm-hmm. Ik zag net weer de cijfers van vandaag dat er toch weer 60 mensen naar huis zijn gegaan vanuit het ziekenhuis en 10 vanuit intensive care. Dus dat is goed. En ja, als een ondernemer niet kan ondernemen, dan gaat hij zich toch afvragen van, hey, hoe moet het nu verder? Ja, maar is het vooral dat onbegrip? Ja, of is het vooral dat de situatie gewoon geen enkele rek meer toelaat? Nou ja, kijk, iedereen snapte toen het heel heftig was dat er een lockdown moest komen. Maar deze lockdown was echt wel een beetje een verrassing. Waarbij ze net weer bezig waren om een beetje weer op te groeien. Want ze hadden natuurlijk al een aantal maanden, vooral de horeca, dichtgezeten. En dat het weer ineens helemaal dicht ging, ja, dat was wel echt heel erg pijnlijk. Ook omdat andere landen om ons heen, en we zitten hier natuurlijk vlak naast Duitsland, dat die natuurlijk daar ook mede van profiteren. Want daar is alles wel open. Mm-hmm. Dus de mensen uit Twente zie ik regelmatig ook richting Duitsland rijden. Niet alleen om te tanken, maar ook om boodschappen te doen. Ja, maar goed, ooit was dat ook andersom. Ik bedoel, ja, dat is een keuze die de Nederlandse regering dan maakt. En dat is, nou ja. Hè? Ja, dat klopt. Alleen, je kijkt dan toch vaak heel erg naar je eigen situatie. En moet het ook? Is ook de urgentie er nu echt om het te moeten? En als de cijfers en de ziekenhuizen omhoog gaan, dan snapt iedereen dat. Maar als de cijfers zo naar beneden gaan, ja, dan denkt iedereen toch wel van, ja, komen die besmettingen nu inderdaad doordat mensen aan het winkelen zijn? De supermarkten zijn wel open. En dan de schoenenzaken weer niet. Dus dat is best wel een beetje vreemd af en toe. Ja, maar goed, dat heb je natuurlijk die hele pandemie lang gehad. Hè, dat er bepaalde keuzes werden gemaakt. En dan was het credo vaak van, ja, god, alle beetjes helpen. Ja. En je moet hier een beetje pakken en daar een beetje laten, bij wijze van. Ja. Maar ik merk ook wel, bij jullie club, dat het echt op is. Ja. Nou ja, kijk. Ik denk ook dat als het dadelijk weer open gaat, mensen keihard moeten werken om de verliezen die ze hebben gemaakt, om die weer goed te maken. En dat is eigenlijk best jammer dat alleen gekeken wordt, zeg maar, naar de ziekenhuisopnames en niet naar de economische situatie. Er worden natuurlijk ontzettend veel vergoedingen gegeven. Mm-hmm. Anders had het al helemaal niet meer gekund, denk ik. Maar een ondernemer wil niet alleen maar van subsidies leven. Die wil gewoon ondernemen. Ja. Als dat, zeg maar, wordt beperkt en dat ze de urgentie ook niet meer zo zien zitten, want het is al bijna 2 jaar, hè, dat mm-hmm. het zo is. Ja. Dat houden zij niet heel lang vol, denk ik. Nee. Over welke bedrijven overigens, want de MKB is een grote term, zeg maar. Ja. Gaat het over kun je daar een aantal sectoren noemen waar we het over hebben? Nou, het gaat nu met name over de winkeliers. En over de horeca en over de restaurants. Die het heel lastig hebben. Ja. Kijk, en de andere branches, er zijn natuurlijk ook branches die er heel goed mee draaien. De online diensten die het goed voor elkaar hebben, die de digitalisering goed voor elkaar hebben, ja, die draaien als een tierenlier. Dus het is ook wel een beetje, bij de ene gaat het hartstikke goed, bij de andere gaat het hartstikke slecht. Ja, soms verbaas ik me eerlijk gezegd, Albert, dat ze het nog zo lang volhouden, ja, weet je wel. Want ik denk van, hoe kan dit nou? Maar dat zit vooral in steun vanuit de staat. Kijk, er zijn natuurlijk nog steeds ondernemers die overal buiten elke regeling vallen. Als je net 2 jaar geleden bent begonnen en je hebt geen historie, je kon niet laten zien wat je had omgezet, krijg je niks. Mm-hmm. En daar zijn we met de provincie wel over bezig om te kijken van, ja, maar wacht eventjes, dit zijn wel ondernemers. En ondernemers, die zijn toch wel de kurk. He, vooral het MKB is toch wel de kurk waarop de hele economie ook in Twente draait. Dus als je net als ondernemer bent gestart, of je hebt misschien een verbouw gehad waarbij de omzet iets lager is geweest, krijg je ook minder. Dus we hopen dat die groep met name
niet helemaal buiten de boord valt, maar dat die ook geholpen gaan worden. En daar zijn we ook met de provincie over bezig om daar een soort fonds voor op te richten. Ja. Toch even om de situatie scherp te krijgen als het doemscenario. Hè? Dat er inderdaad een golf van faillissementen komt, die volgens mij vooralsnog enigszins uitblijft. Wat is het gevolg daar eigenlijk van? Nou ja, iedereen die loopt heel graag, tenminste als ik dat op zaterdag en ook op andere dagen wel zie, door mooie winkelstraten. Winkelstraten waarbij winkels mooie waar aanbieden. En dan kan je lekker wandelen, lekker flaneren over alle winkelstraten in het centrum. Stel dat er zo'n enorme shake-out komt, dat er zoveel bedrijven failliet gaan en je loopt alleen maar over die winkelstraat met lege winkels, dat is niet fijn. He, dus dat is ook een oproep eigenlijk aan de inwoners. Gemeente Enschede roept al elke keer op, he, koop lokaal. Laten we dat ook inderdaad blijven doen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar weer online, want dat is natuurlijk nu wel enorm gepromoot. He, doordat we 2 jaar nu in die hele pandemie zitten. Maar ga weer echt lokaal kopen als het weer kan. Help de lokale ondernemers, want dat is ook een investering in je eigen welzijn en in je eigen toekomst. Dat je weer op leuke winkelstraten kan lopen en dat je niet om de winkel een winkel dicht ziet of uitverkoop of opheffingsuitverkoop. Want dat zou echt dramatisch zijn. Ja, en toch, stel dat ze wel omvallen. Ja. Wat leeft er eigenlijk in dat MKB-land bij die winkeliers, ook misschien ook wel bij die horecamensen over? Hoe kijken zij naar, hoewel ze het ondernemen leuk vinden, naar de toekomst? Hè? Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, ik gooi gewoon de handdoek in de ring. Ik ben er helemaal klaar mee, ik trek het niet meer. Ja. Ik weet niet, misschien lig je er ook wel wakker van. Maar ja. Wat gaat er dan gebeuren in ons Nederland? Want dan gaan mensen ook niet meer terugkeren naar het beroep wat ze ooit hebben gedaan. Nou ja, het hele imago van de winkel en van het winkelpersoneel, maar ook van het horecapersoneel, gaat natuurlijk ook een beetje kapot. En want als je net weer bezig bent en je moet weer dicht. En je mag weer beginnen en je moet weer dicht. Ja, dat is niet echt. Ik ben wel gek om eraan te beginnen. Ja. Dus ik denk dat er ook nu duidelijkheid moet komen. En gelukkig hebben we nu een minister die ook vindt dat, en ook zegt zelf, dat corona nooit meer voorbij gaat. Dat we ermee moeten leren leven. Dat het een soort vergrieping is, hè, van de hele maatschappij. Bij een griepgolf ga je ook niet gelijk allerlei winkels sluiten. Dus misschien moeten we er wel mee leren leven. Maar als ik nu zie dat bijna 84% een boosterprik heeft gehad. En dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag is. Dan denk ik van, laten we dan proberen te zorgen voor een continuïteit voor alle sectoren. En niet alleen voor een aantal, bijvoorbeeld de supermarkten, maar ook voor de horeca, ja, enzovoorts. En de schade moet eerlijk verdeeld worden. Nou, dat vind ik wel. Ja. Ja. En het is onlogisch ook van waarom hij wel en ik niet. Dat heeft dan weer te maken met primaire levensbehoeften, denk ik. Hè? Ja, voeding. Maar ook bijvoorbeeld de pizzeria die dicht moet. Maar de afhaalpizzeria's, die komen als paddenstoelen uit de grond. Ja. Die leveren ineens enorm op. Nou, en dat is een beetje van, je krijgt door deze situatie ook een hele vervelende concurrentieslag. Ja, ja. En die er niet was geweest als we dit niet hadden gehad. Het geluid vanuit ondernemers zelf horen we eigenlijk al 2 jaar lang. Hè? Die zwelt misschien wel aan. Maar we zien nu ook in de afgelopen tijd dat ook in Twente bestuurders eigenlijk zich achter jullie geluid scharen. Ik weet nog niet of het de burgemeester van alle 14 gemeenten zijn, maar in ieder geval wel een heel aantal. Ja, gelukkig. Ik geloof ook dat Theo Bovens, voorzitter van de veiligheidsregio hier, burgemeester van Enschede, dat hij morgen in het Veiligheidsberaad ook zich hard gaat maken voor je zaken. Nou, ik was ook super blij dat de burgemeesters wat van zich liet horen in die open brief. Dat ze echt hebben gezegd, jongens, het is nu klaar. Het is genoeg. Het kan gewoon niet meer. Je kan niet elke keer maar weer sluiten, geld erbij. We moeten nu gewoon helder hebben van, oké, waar kiezen we nu echt voor? Welke continuïteit kunnen we de ondernemers weer bieden? Om ook weer een bedrijf open te houden en open te laten. Ja. Waar je gewoon weer zelf je geld verdient en niet afhankelijk bent van de steun. Ja. Want al die steun moeten we toch een keer gaan terugbetalen. Ja. Zij noemen ook, wat jij eerder ook al zei, wat oneerlijke situatie, zoals het dan voelt, van grensplaatsen die hun inwoners naar Duitsland zien vertrekken. Daarin vroeg ik me af, wat is dan precies daar de pijn? Want we hadden het daar al een beetje over, maar
uiteindelijk iemand die in een grensdorp woont, zit dicht. Maar in Utrecht zitten ze ook dicht. Ja, in de grensdorp kunnen ze naar Duitsland toe, in Utrecht niet. Nee. Maar waar zit dan die pijn van die ondernemers daar? Ja, nou ja, kijk, iets wat dichtbij is en wat je kan zien. Dat de mensen gewoon zichtbaar eerst bij jou aan het winkelen waren. Maar je ziet ze bij wijze van spreken over de grens rijden naar Duitsland. Omdat we hier natuurlijk zo dichtbij zitten. Ja, dat doet toch veel meer pijn. Ik denk ook... Zien ze ook hun klanten, hun cliënterij, hoe je dat zegt, gewoon wegtrekken, zeg maar? Het grappige was, gisteravond bij RTL 4 was er ook nog een dame die een aantal modezaken heeft in Limburg. En die zegt, ja, of ze nou oostelijk rijden of westelijk rijden, ze kunnen overal winkelen, of in België of in Duitsland, maar niet bij mij. Dus als je een aantal klanten hebt die nog nooit, zeg maar, kleding of wat dan ook in het buitenland hebben gekocht. En ze zien daar ineens die mogelijkheid en ze doen dat ook. Ja, ben je wel je eigen klanten kwijt. Ja. Dus er zal een enorme omslag ook weer moeten zijn om die klanten ook weer die je had terug te krijgen. Wat verwacht je van vrijdag? Dan is weer die persconferentie. Dan gaan we het weer horen, zeg maar, voor de komende tijd. Het kabinet spreekt steeds van we komen met een nieuw elan. Nou, hoe mooi zou het zijn om dat elan nou ook eens echt concreet te maken. Dat ze zeggen van, ja, dit was genoeg zo. We zijn lang genoeg dicht geweest. We gaan nu weer perspectief bieden aan die ondernemers die een aantal weken hun winkel of hun zaak niet open konden hebben. Dus het gaat trouwens niet alleen om winkels, maar ook om sportscholen, zwembaden enzovoort. Hè. Dus het is zo breed nu dichtgelegd dat we echt ook wel, en ook denk ik als inwoners zelf, wel weer toe zijn om gewoon naar die winkel te gaan waar we ook willen. En ook naar die sportvereniging te gaan die we willen. Maar ook de ontspanning van het café, maar ook de sport. En wat als de lockdown verlengd wordt? Ja, ik denk dat dat niet gepikt wordt. Daar ben ik heel bang voor. Als ik dat ook nu hoor onder de winkeliers, dat ze dan gewoon open gaan en dan moeten ze maar een boete krijgen, zeggen ze. En dan moeten we maar eens even kijken wat er dan gebeurt. Want het is echt op. Mensen, als ik al hoor dat de psychologen aangetrokken moeten worden op universiteiten om studenten te helpen om door deze lockdown te komen. Dan denk ik, in wat voor situatie zijn we gekomen? Kunnen we dit nog langer houden? Want nogmaals, je kan wel heel lang elastiek uittrekken, maar op een gegeven moment knapt het. En volgens mij zijn we nu op het punt aangekomen dat het echt knapt. Openen is de enige oplossing nog. Er zijn geen alternatieven meer. Nee. Hoeveel staatssteun er ook tegenaan wordt gegooid. Ik ga er niet over, maar je weet wel wat ik ervan vind. Maar ik zou dit heel onverstandig vinden. En ik snap ook niet wat het nieuwe kabinet met dat elan dan echt bedoelt. Duidelijk. We gaan het zien. Aankomende vrijdag en mogelijk morgen al met wat uitgelekte berichten. Dat hoop ik, ja. Dank in ieder geval voor delen van jullie visie. Albert van Winden hoorde je, voorzitter van MKB Twente. Dankjewel. Graag gedaan.